Ja, tenminste 20.000 Drontenaren worden de komende tijd getest of ze besmet zijn met het coronavirus. Ook mensen die geen klachten of symptomen hebben, worden voor dit onderzoek uitgenodigd. Ja, Dront is een van de vier plekken in het land waar op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid zo'n grootschalig onderzoek wordt uitgevoerd. En daar gaan we nu over praten met Kees Verdam. Hij is directeur van de GGD hier. Meneer Verdam, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben vanmorgen dus al te horen gekregen dat Dront als locatie is geselecteerd, omdat het om een behoorlijk gemiddelde gemeente gaat. En ook omdat er sprake zou zijn van een hoge testbereidheid. Maar ja, dat is natuurlijk wel een aanname. Hè? Want we gaan dus straks kijken of ook mensen die geen klachten of symptomen hebben bereid zijn om zich te laten testen. Hoe weet u zo zeker dat de Drontenaren dan massaal zich aan zo'n test zullen onderwerpen? Ja, het is niet helemaal uit de lucht komen vallen. We hebben sinds, we zijn een half jaar, drie kwart jaar nu bezig met de test in heel Flevoland. Wat we merken is de testbereidheid in heel Flevoland en ook Dront is hoog. Soms in bepaalde periodes ook hoger dan het landelijk gemiddelde. En wat we daaruit ook destilleren is dat er heel veel telefoontjes van mensen zijn gekomen. En nog steeds van mensen die geen symptomen hebben, maar wel graag getest willen worden. Dat is daarom denken wij dat voor een groot deel de testbereidheid, ook onder de bevolking van Dronten, groot is. Ja, hoe is dat nou tot stand gekomen dat Dronten daarvoor uitgekozen is? Meld je je daarvoor aan? Ja, nee, dat is echt puur vanuit VWS gekomen. We werden gebeld door VWS, zowel de gemeente als de GGD. Of wij wilden nadenken of er een pilot mogelijk zou kunnen zijn in Dronten. Ook omdat het een gemeente is die qua testbereidheid hoog scoort, die het gemiddelde vertegenwoordigt van Nederland. Dus dat was puur een verzoek vanuit de gemeente of vanuit de VWS. Ja, dan ligt dat verzoek daar. Dan is het de bedoeling dat tenminste 20.000 inwoners van Dronten getest gaan worden. Hoe pak je dan zoiets aan? Ja, dat wordt een grote uitdaging. We zijn nu druk bezig met allerlei overleggen. Van hoe we de structuur willen gaan neerzetten, hoe we mensen gaan werven, wat voor locatie we gaan kiezen voor het testen, hoe we mensen gaan bereiken. Dus ja, op dit moment zijn we daar vrij druk mee over in gesprek met VWS en met de gemeente. En dan kijken van hoe gaan we dit aanvliegen. Dan bestaat Dront natuurlijk uit drie kernen. Hè? Dront, Biddinghuis, Zwifterband. Ligt het voor de hand om een van die kernen uit te kiezen of het in alle drie kernen te gaan doen? Nee, waar we naar gaan kijken is of we een postcodegebied kunnen vinden waar tenminste 20.000 Drontenaren te bereiken zijn. Dus vooralsnog is er nog geen keuze gemaakt. Daar zijn we nu naar aan het zoeken. En wanneer wordt die keuze gemaakt? Want ik geloof dat ze in februari zou testen moeten beginnen. Binnen nu en twee weken willen we die keuzes allemaal gemaakt hebben, ook voor de locatie. En de stip op de horizon is dat we eind januari, begin februari willen gaan starten en dan voor een periode van 6 tot 8 weken. Ja, maar ik begrijp dus dat de teststraat die pas geopend is in Dronten niet gebruikt kan worden voor zo'n grootschalig onderzoek. Nee, die is te klein. We hebben het dan echt over, zo heet het dan, een XL-testlocatie. We zijn nu al bezig om te kijken naar een locatie en dat moet dusdanig groot zijn dat we toch tussen de 500 en de 750 personen per dag zouden kunnen testen. Ja. Dus je kunt dan wel aannemen dat het moet een vrij grote locatie zijn waar je ook je verkeersverrichtingen goed kunt doen, want mensen komen natuurlijk merendeels met eigen vervoer. Dus dat moet allemaal goed georganiseerd kunnen worden. Dus daar zijn we naar op zoek. Ja, gisteren kwam dus naar buiten dat er een aantal gemeenten daaraan mee gaan doen. Lansingerland is er één van. Daar worden inwoners vanaf 2 jaar getest. In Dronten gebeurt dat vanaf 10 jaar. Waarom is daar een verschil in? Ja, dat verschil zit er met name in dat er zijn 4 pilots, waaronder inderdaad Lansingerland. In het begin was ook dezelfde afspraak als wat we in Dronten hebben. Nu op dit moment is vanaf 10 jaar en ouder gaan testen. Alleen in Lansingerland werd op een gegeven moment door de GGD getest en kwam de Britse variant naar voren. Die daar zijn oorzaak kent op basisschool en peuterspeelzalen. Dus daarom is besloten om de pilot aan te passen en niet meer als pilot te doen, maar echt gericht op die Britse variant. En omdat die Britse variant ook onder jeugdige en jonge mensen zich openbaart, is besloten om daar vanaf 2 jaar te gaan testen. Maar het is dus puur gericht ook op die Britse variant. En dat is in Dronten absoluut
aan de orde. Dat is gewoon de pilot om te kijken naar de testen. Dan zijn er op dit moment ook gewoon de reguliere testen aan de gang. Hè? Stel iemand in Dronten die symptomen heeft, die klachten heeft, die wijzen op corona. En die straks in februari wil laten testen. En die ook een uitnodiging krijgt voor dit onderzoek. Moet die zich dan twee keer laten testen? Of wat is dan op dat moment de logische manier? Nou, we blijven gewoon testen in heel Flevoland. Gewoon op basis van symptomen. Op het moment dat iemand verhoging heeft, hoofdpijn, koorts, noem maar op. Ja, ga meteen bellen en maak een afspraak. Dat blijft ook voor de Drontenaren. En het kan zijn dat de samenloop is dat je een oproep krijgt om getest te worden. Maar dat je toch je naar voelt of dat je koorts krijgt. Ja, bel dan vooral. Want de reguliere teststraat blijft gewoon doordraaien. Ja, nou zitten er vast Drontenaren te luisteren. Die denken, nou kom maar op met die uitnodiging. Op basis waarvan word je nou uitgenodigd? Alleen op basis van je postcode of ook op basis van leeftijd? Nee, niet. Het wordt puur op gedaan op waar je woont in Londen, dus niet op leeftijd. Die scheidslijn zit er niet tussen, die variatie. En welk gebied het dan precies wordt, dat gaan we nog bespreken met VWS en de gemeente. Ja, kan de GGD het allemaal aan? Want je zal een hoop personeel nodig hebben natuurlijk om zo'n grootschalige test te gaan doen. Ja, nee, daar zullen we extra personeel voor in moeten zetten. Om een beetje beeld te geven, wat ik al net zei, we zijn 3/4 jaar zijn we al bezig met testen en ook met bron- en contactonderzoek. Op dit moment hebben we zo'n 230 extra personeelsleden bovenop de huidige bezetting van de GGD aangenomen om dat werk in die teststraten en het bron- en contactonderzoek te doen. We zijn nu ook mensen aan het aannemen om te kijken, want we gaan straks beginnen eind van de week met het vaccineren. Ook hiervoor zullen we extra mensen en personeel nodig hebben. En dat zal dus in wervingsacties plaatsvinden. Daar zijn we nu al mee bezig. Nou, de komende weken worden dus die uitnodigingen verstuurd. Dan weten we welk postcodegebied daarvoor wordt uitgekozen. Ik wil nog even iets heel anders aanstippen. We hebben begrepen dat de GGD Flevoland ook hulp bij quarantaine gaat bieden. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, gaat bieden, dat doen we eigenlijk al. Wat we altijd doen is op het moment dat iemand getest wordt en hij is positief, hij of zij. Dan worden we sowieso meteen gebeld met de uitslag. Maar we maken ook een afspraak van, zeker als het alleenstaande mensen zijn, van kunt u het redden, kunt u uw boodschappen doen, kunt u als u huisdieren heeft, kunt u daarvoor zorgen in die periode dat u eigenlijk in quarantaine moet zitten. Als dat niet zo is, dan hebben wij een nauwe samenwerking ook met de Rode Kruis. En dan gaan we daarover in overleg en kijken of er hand- en spandiensten verricht kunnen worden door medewerkers van het, of vrijwilligers van het Rode Kruis. En we bellen altijd binnen 5 dagen nog een keertje terug om te kijken van hoe gaat het nu? Is het uit te houden? Heeft u nog hulp nodig? Dus we proberen wel het estafettestokje een tijdje vast te houden voordat we het uiteindelijk overgeven. En het gaat met name om die kwetsbare doelgroep. Dan heb je het echt over ouderen die niet zoveel of niet zo goed ter been zijn, maar wel positief getest zijn en in quarantaine moeten en wel hulp nodig hebben. Ja, dus niemand wordt in de steek gelaten, is eigenlijk de boodschap hiermee. Kees Verdam. Dat is de boodschap. Ja, directeur van GGD Flevoland over het grootschalig testen op corona. Dat volgende maand moet starten in Dronten.